Het Grafisch Lyceum in Rotterdam, een school voor de creatieveling. Voor de opleiding Mode en Trends moeten tweedejaarsstudenten een eindopdracht maken voor het catwalkproject. Hier een kijkje bij de dames. Mijn naam is Sherida, ik doe Mode en Trends. Ik ben Romy, ik doe ook Mode en Trends en ik ben 18 jaar. Nou, we hebben van een XL t-shirt hebben we een soort tanktop gemaakt, heel erg laag uitgesneden en zo. En daaronder een soort topje, dat je in een felle kleur, zodat je dat heel erg ziet. Dan we hebben graffiti en dan een beetje trashy eigenlijk. We hebben cartoon en verf en misschien wat krauwtjes en zo. Eigenlijk hebben we gewoon maar elkaar een beetje gebruikt. En we hebben op internet plaatjes gezocht en zo. En ja, graffiti natuurlijk, want dat was ons uitgangspunt. We hebben er 8 weken de tijd voor en dan steeds 4 uur. Dus, en thuis werken we er nog aan. Dus we proberen zoveel mogelijk tijd te gebruiken.